Goed, we zijn aangeland bij de analyse van de partij van Pepijn tegen Pepijn van der Brink tegen Frank Teer. De winstpartij van Pepijn met zwart. Eerste vraag voordat we het over deze stand gaan hebben is, hoe heb je voorbereid op deze tegenstand? Frank en ik hadden bij allebei voorronde 0 gehad. Yes. En dus ik had, mijn gevoel zei dat we allebei wilden regisseren. En ik wist dat Frank ook scherm wou spelen. En ik zelf ook. Dus ik verwachtte wel gewoon een scherp potje. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Ja, dat Frank staat bekend als inderdaad een hele scherpe speler. Maar was het ook een bewust doel? Heb je deze opening ook, of deze stelling ook in gedachten gehad? Of dit thema ook in gedachten gehad bij je voorbereiding? Jawel. Ik zag wel dat Frank vaak toeliet dat zijn tegenstander op dit moment een aantal 20 kan ruilen. Oké. Okay. Dat vond ik nooit verkeerd om dat te kunnen. Dus, ik heb zo in zekere zin wel naar zo'n stand toegewerkt. Oké. Okay. Ja, dit is een bekende stelling. Meestal is de stand bekend met schijven 1 op 6 en 50 op 45. Herkennen we deze stand bijvoorbeeld van de belangrijke simultaanoverwinning van Seybrands op Karregat. Nu is er een klein verschil, wat in eerste instantie lijkt dat niet heel negatief voor de witspeler, namelijk dat schijf 45 ontbreekt. Maar we zullen zien dat na een standaard idee van wit in deze opening, zullen we zien dat zwart opeens een verrassende actie heeft die Teer blijkbaar niet kende. En dat is opmerkelijk, want Teer speelt deze opening graag. Ik heb zelf ooit in Brunsum 2002 heb ik het openingsbeeld ook tegen hem gehad. Dus interessant dat hij blijkbaar hier niet van op de hoogte was. Goed, wat zwart hier aan zet, en je speelt 3,28. Ja, dat duidelijk beter denk ik dan 1,6. Nou, dit slaat. Nou, nu is de stand met 50 op 45 en 1 op 6. Dat is nu allemaal niet mogelijk, is bekend. Dit is bijvoorbeeld de Seybrands Karregat. En dan komt deze zet. En zwart gaat dan doorgaans verder met 18-23. Waarna wit hoopt dat het blok hier wat ontstaat in beweging komt. We zagen in de hele mooie partij tussen Georgiev en Messenmaker, waar Georgiev het zelfs permitteerde om met 2 op 3 te spelen. Zagen we dat zwart een hele mooie omzingelingsoverwinning boekte. Nou, die Seybrands tegen Karregat vanuit deze stelling boekte wit juist een overtuigende overwinning. Maar goed, het staat nu anders. En ik zag dat Teer hier deze speelde en toen trakteerde hij hem op een vervelende verrassing. Ah, ik had wel verwacht dat hij ook op 18-23. Maar ik had voorbereid om 25 en 20-24 te doen, waardoor het onmogelijk is met 29 te slaan. En dan toch te kunnen profiteren dat 50 weg is en dat 40 voor mijn gevoel hangt. Ja, want ben je zo'n schijf laten zien, zie ik het. Goed. Ik denk dat als je 29 slaat, dan lijkt ik een schijf te winnen. Althans, schijf 23 komt wel vrij onder druk te staan. Ja, ja, ja. We zien hier geen schijven. Ja. Dus wit slaat maar zo. En voor mij voelde het nou aardig wat druk en dan kon ik veel ideeën kon ik uitwerken. Oké, want het staat gelijk. Waarom sta je hier beter? Voor mijn gevoel, ik heb het initiatief, want schuiven 23 staat alleen. Ik heb meerdere mogelijkheden om bijvoorbeeld aan te vallen. Oké. Op een goed moment af te ruilen. Kunnen combineren, vooral ook veld 24 controleren. Ja, want we zien ook in deze stand wat heel belangrijk is. We zien wit heeft in principe genoeg opvangers. Maar we zien hier dat wit toch schijf 45 mist om bijvoorbeeld voorwaarts af te ruilen, om de stand aan te vullen. En we zien ook de moeizame binding tussen deze twee schijven. En we zullen ook zien in het partijverloop, als ik het goed heb, dat wit ook wat kunstgrepen zou moeten plegen om hier wat aan te doen. En dat de stand eigenlijk alleen maar verslechtert. Dus de belangrijke timing van dit moment, namelijk wit kan niet op deze manier of op deze manier met een formatie zijn stand doorontwikkelen. Het probleem is, die schijf blijft altijd hangen, want als hij deze speelt, is heel simpel, kleine combinatie, maar oh zo belangrijk. Want anders zou hij het allemaal bij kunnen trekken als je het niet bij zou hebben. Ja, ik denk zeker wel bij. Zo zijn getrokken. Goed, dus ja, goed. Dus belangrijk, hij moet dus nu een zet tussendoor doen. Teer koos voor 7,31. Oké, okay, daarmee stelt hij nu dit wel aan de orde, zie ik. Ja, en dat probeer ik te voorkomen met 18,23. Ja. Had je het idee dat je ging winnen?
Maar in ieder geval wel een hele grote winstkans zou creëren. Maar soms voelen Dammers aan of een stand gewonnen moet zijn of heel goed moet zijn. Ja, wel gewonnen, maar of ik ga winnen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wel, dit moet theoretisch ergens wel heel goed voor mij zijn. Ja, Seibas gebruikt altijd de mooie zin dat je in hogere zin al gewonnen staat. Je zou bij de aanblik van deze stand met deze structuur, zou je denken dat je in hogere zin gewonnen moet staan. Natuurlijk heb je tegenover dit ook al wat schijven hier, maar deze twee schijven zijn ook nodig om die schijf tegen te houden. En je kan zo meteen natuurlijk ook hier gewoon de boel gaan bezetten. Goed, hoe ging dit verder? Ja, Teer probeerde aan. In ieder geval Frank vervolgde met 48-43. Nou, ik gewoon kon achterlopen. Ja, want het lijkt een slimme zet, wat allemaal gaat in de zwarte stand. Ja, op deze plakken lijkt in de dans naar, maar moet gewoon doorslaan bij 11. Dus zo. 1, 2, 3. En wit moet zo door. En je wint gewoon simpel een schijf. Ja. Goh, het lijkt vooral dat hij hier een dam kan halen. Dat lijkt het vervelendste. Ja, dat kan hij ook. Alleen ik heb waarschijnlijk heel veel schijven meer. Oké, okay, dit lijkt logisch. Maar dan sla je de 3 eerst. 2. En dan nog eens 2. Hoeveel zijn er dan wel niet voor? Genoeg. 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 Ik kon hier nergens naartoe met de dam, omdat ik draai. Ja, je draait hem dan met vangstellingen. Ja. Als hij oploopt, dan wordt het extra vervelend. Nee, dan lijkt dit inderdaad ook geen enkele kans. Dus als we kijken naar deze stelling. Ja. Dus nou, dit is het gewoon kansloos. Dus wij speelden in de partij. Hij is sloot. Uit armoede, maar dit en hoe doe je natuurlijk, kun je natuurlijk een schijf winnen. Ja, oké. Okay. Maar duidelijk gewonnen stand als resultaat. Ik denk dat we het hierbij laten. Ja. Ik denk echt een overwinning uit één stuk. Gewoon prachtig geprofiteerd vanuit een goed voorbereid, nagedacht. Prachtig geprofiteerd van een kleine theoretische fout waarschijnlijk van de witspeler. Ja, genadeloos. Dus gefeliciteerd. Dankjewel.